Ja, en de tweede ultimatum van men, van de vorige week, heeft echt zijn uitwerking gehad hoor. Want die cameraman is naar de kapper geweest. Nou, het was nodig ook. Want je kunt het wel zien. Het was schandalig wat je uitzag. Maar nou ziet er goed uit. Tenminste, voor hem dan. Och, opa Frans gaat helemaal gelijk. Die baard, die cameraman van ons, die ziet er niet uit. De lelijkste cameraman van Nederland. Kijk, die plek, maat, jongen. Lekkere vent, ik, hè? Ach, jongen, schiet de grap, man. Mijn binnen hier. Binnen gewoon. Ja, het zal wel. Ich bin wie du, wir sind wie Sand und Meer, darum brauch ich dich so sehr. Wat ik wil, alles eraf. Wir sind wie Tag und Nacht. Ziet er al een stuk beter uit, hè? Ja, nou ja, wat is beter? Ik bedoel, er zit allemaal zilverpapier in mijn haar. Ik werk hier niet hoor, maar ik ben zo vrij om voor iedereen koffie te halen. Oh, wie ben je dan? Ja, ik ben de menneres van Baard. Oh. Maar dat weet niemand, dus... Oh ja. Nu, ik hoop niet dat je dit stukje uitzendt. Natuurlijk niet, dat zal hij nooit doen. Yo, lekker ding, ga eens koffie halen. Vertel maar gewoon een geheim. Mijn geheim is dat ik verliefd ben op een 90-jarige mevrouw. Maar dat wil ik eigenlijk aan niemand vertellen. Goeie meezien, opa Frans. Dat vind ik wel. Zit je nou een beetje te slijmen omdat ik nou hier bij de kapper zit? Ja, weet je hoe het zit? Ik door mijn verschijningen zult het behang van zijn muur afgetrokken. En ik moet er wel een beetje goed maken bij opa Frans. Ik hoorde ook dat een vogeltje ook op 10:30 lag. Ja, die is op sterven naar dood, dat klopt. Zit dat zout tegen mijn oor, je komt toch nooit op televisie. En hier dan? En die Sabine die werkt hier maar gewoon door, hè. Wordt helemaal blauw. Alles gewoon. Blauw haar. Ja, ik vroeg dus straks ook, dat hebben jullie niet opgenomen, maar ik vroeg of ik een beetje het uiterlijk kon krijgen van een smurf. Dus ja, daar zijn ze waarschijnlijk nou mee bezig. Welke smurf zou je dan het liefste willen zijn? Smurfin. Geel haar. Oh nee, ja, dan krijg ik blauw haar en een gele huid. Nou weet ik het, deze. Maar Sabine, ik heb wel eens van de sauweler in de stoel gehad. En wat? Van de sauweler. Nee, eigenlijk niet. Niet zo erg als dit. Ja, hij nou toch op zijn kop? Oh ja, weet je wat ze zeggen? We doen bij jou een koep mechaniek. Oh, ben je nou aan het spezen? I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Ja, dag. We gaan naar de reclame. Nou, we schaarden hem maar even uit al bij die kapper. Want dat duurt me allemaal te lang, hoor. Nou, dan gaan we maar even terug naar die kapper. Kijken wat geworden is. Niks was het al, dus het kan alleen maar beter worden. Waar of niet? Wil je een koekje, Baard? Ja, graag meneer. Niet mijn vingers bijten, hè, jongen? Recht af. Maar ik ben wel enigszins toch wel trots op mijn bakkenbeur. Nee! Mijn trots! For your party, the way I'm disco dancing. Windkracht 11, dan lost het vanzelf. Baard wel een...
hele mooie jong. Als ik ooit eens wijs word. Nou, check dit. Hier hebben. Wat ga jij nou doen? Nou hè, nou ga ik mannen scoren. Weten jullie wie Zep is? Dat is de zoon van een Frans. Wie een geheim? Voor alle vrijgezel dames in Brabant, mijn naam is Jurgen Enneman, ik ben 31 jaar. Zo zie ik er op mijn best uit. Dus dat weten daar. Wat was dat nou?